We kunnen het schrijnend tekort aan nieren in ons land eenvoudig oplossen. Stel dat 1 op de 40.000 inwoners in ons land de beslissing neemt anoniem te doneren. Dan kunnen we het nierprobleem in ons land definitief oplossen. De meeste van ons hebben twee nieren die uitstekend functioneren, maar er zijn ook mensen voor wie dat niet het geval is en dan komt je leven echt op zijn kop te staan. Dan moet je vaak aan het nierdialyseapparaat een aantal keren per week. Je bent vaak extreem moe, de misselijkheid, met andere woorden de kwaliteit van leven is dan niet goed meer. Je kunt niet normaal functioneren, vaak is werken niet meer mogelijk, voor kinderen zorgen is niet meer mogelijk. En eigenlijk is de enige oplossing dat je een nier krijgt. Het probleem in ons land is dat we 800 mensen gemiddeld per jaar op de wachtlijst hebben voor een nieuwe nier. En van die 800 gaan er ongeveer 150 per jaar dood. En dat noem ik vermijdbare sterfte, want als deze mensen een goede nieuwe nier zouden krijgen, hebben ze 10 à 20 jaar nieuwe gezonde levensverwachting. En dat is in de notendop het probleem. Daar kunnen we met ons allen iets aan doen. We hebben natuurlijk al de nieren van mensen die overleden zijn en die een wilsbeschikking daarvoor hebben gemaakt. Maar daar zitten twee nadelen aan. Ook hier geldt veel te weinig aanbod daarvan. En het tweede is, de nieren van iemand die overleden is, zijn slechter dan een nier van een levende donor. We hebben allemaal twee nieren, maar het is heel goed mogelijk om met één nier te leven. Er is zelfs ook recent Zweeds onderzoek dat laat zien dat de levensverwachting niet lager is nadat mensen een nier gedoneerd hebben bij leven. En dat is natuurlijk heel goed nieuws, want voor Nederland zou het betekenen dat als maar 1 op de 40.000 Nederlanders bereid is om een nier af te staan, dat dan de wachtlijst verdwijnt. Ik heb die stap zelf 2 jaar geleden gezet. Anoniem gedoneerd. Men zegt ook wel altruïstische nierdonatie. Ik hou niet van die woorden. Ik zeg liever anoniem doneren, want zo altruïstisch vind ik het ook niet. Het is wel een medemens helpen. En tegenwoordig kan dat heel goed, want de risico's van doneren zijn heel gering. Er zijn risico's, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar door de enorme vooruitgang van de medische wetenschap zijn die operatietechnieken voortreffelijk. Het kan zelfs met een kijkoperatie. Dus je hebt weinig operatiewonden. Dus ook minder pijn, minder kans op infecties enzovoort. En het is inmiddels ook wetenschappelijk onderzocht dat mensen die na een strenge keuring vooraf goedgekeurd zijn om te mogen doneren, na de operatie even gezond blijven als voor die operatie. Het gebeurt steeds meer. En internationaal gezien loopt Nederland zelfs voorop op dit gebied. Voor zover ik weet zijn er ongeveer 150 anonieme nierdonaties bij leven geweest in Nederland. En in maart is een website gelanceerd. Die is op het web gezet door het Erasmus Medisch Centrum. En die website, dat is www.nierdonatie.info, bevat informatie voor mensen die overwegen om anoniem een nier te doneren. En dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. In hoeverre de overheid hier een taak heeft, ja, dat is natuurlijk een politiek gevoelige kwestie. Ik vermoed dat het huidige kabinet daar heel terughoudend in wil zijn en vindt dat mensen dat helemaal zelf moeten weten. En dat is natuurlijk ook zo, maar het is wel belangrijk dat mensen die overwegen om een nier bij leven te doneren, dat die ergens terecht kunnen met hun vragen. Dus de risico's zijn heel beperkt en goed te calculeren. En de winst van het verrichten van deze handeling is enorm, want je redt gewoon een mensenleven.